Het is vandaag vrijdag, vrijdag 4 december, de dag dat Nederland loodst tegen Japan, Denemarken en Cameroen. Wij moeten tegen Cameroen. Ja. En u bent minister van Ontwikkelingssamenwerking. Ja. Bent u bereid om gedurende een korte periode extra mensen te sturen? Eventueel te zeggen, bij een verlies ga ik korten op Cameroen? Nou, wij hebben geen ontwikkelingssamenwerkingsrelatie met Cameroen. Dus het maakt niet uit, zegt u? Dat maakt niet uit. Hoe bent u nou uiteindelijk toch weer op deze positie terechtgekomen? Want daar is natuurlijk veel over gediscussieerd, vooral in de media. Heeft de minister-president niet eerst voor zichzelf gekozen en toen bleek dat hij daar geen animo voor was in Europa. Toen kon hij u pas naar voren schuiven en toen waren de belangrijke posities al verdeeld. In het Nederlandse systeem, als je niet van de politieke club bent die op dat moment in een kabinet zit, dan is het bijna uitgesloten, of is het uitgesloten, heb ik gezegd, om dan voorgedragen te worden voor deze functie. Het kabinet is over zijn eigen schaduw heen gestapt. En dat is te prijzen. Barroso, de president van de commissie, heeft heel duidelijk gezegd, je kan niet op dezelfde post blijven zitten. Mm-hmm. En vervolgens kijkend wat er voor kandidaten door de landen aangeleverd werd. En zijn stokpaard is die hele digitalisering van Europa. En hij heeft me 5 jaar meegemaakt en onder andere ook in mijn samenwerking op telecommunicatie en op het hele digitale gebeuren. Dus u mag kiezen, of niet? Hij zei gewoon, u moet dat doen. Nee, ik mocht kiezen. We hebben het natuurlijk over waar kun je met Europa een inhaalslag maken op dat hele wereldgebeuren. Lopen als we achter? Het hebben. We lopen achter, ja. Als je het hebt over internet, als je het hebt over het digitaliseren van Europa. En dat heeft met een heleboel terreinen te maken. Dat heeft met het terrein van de minister te maken. Dat heeft met milieu te maken. Dat heeft met onderwijs te maken. Hoe kunnen we die vertaalslag maken dat we daar veel efficiënter met de mogelijkheden omgaan? Dus... Maar ja, wat merken we dan straks? Dat we makkelijk overal de computer open kunnen zetten, ja, en meteen contact hebben, ja, bijvoorbeeld? Ja, ja. Dus het is echt de toekomstportefeuille. Heel economisch, maar bovendien ook heel erg in die concurrentiesfeer om ons beter op de kaart te zetten. Bert Koenders, minister, maar ook acteur. In ieder geval aanstaande zondag. Want dan gaat u spelen in het stuk Klaus. John Leerdam, u bent degene die Bert Koenders en allerlei andere politici heeft geregisseerd, ook voor deze voorstelling. Het gaat ook over Afrika, maar het gaat ook over Suriname, het gaat ook over de Antillen. En het gaat ook, er zit een hele mooie monoloog in over Indonesië. Maar het gaat ook over de relatie van prins Klaus met majesteit en ook de liefde voor zijn kinderen. Bert Koenders, u heeft natuurlijk een beetje gerepeteerd al. Ja. Probeer een beetje Jan Ponk voor ons te doen. Daarom zijn we zo gevoelig voor de ellende van kinderen. Ze kunnen hun lot onmogelijk hebben verdiend. Maar juist onze voorkeur voor onschuldige slachtoffers maakt ons medelijden wreed. Laten we het hebben over Afghanistan. U bent er geweest. Ja. In Afghanistan en Pakistan. Eigenlijk hebben alle mensen in Uruzgan nu het begin van gezondheidszorg. Dat is een verschil van dag en nacht voor vooral de vrouwen daar. En begint ook echt economische ontwikkeling. Dus we hebben hele goede plannen. En ook hele goede uitvoering tot nu toe. Dus ik ben daar tevreden over, omdat het is wel het 4 na armste land ter wereld. Ja, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het nu heel goed zelfstandig verder kan. Je ziet eigenlijk dat we... Zonder soldaten bedoelt u? U begint alle twee. Ja, nou ja, we zijn tegelijkertijd. Een dubbelpresentatie. Ik denk inderdaad dat het losstaat van de aanwezigheid van Nederlandse militairen. Dat is waar. We hebben overduidelijk gemaakt dat de taskforce Uruzgan eind volgend jaar vertrokken is. En voorts zullen we zien of er qua ontwikkelingssamenwerking of een ander engagement met Afghanistan nodig is. En dat heeft de minister-president eigenlijk gezegd. Er zit geen licht tussen u en Martijn van Dam. Nou, hij heeft een eigen verantwoordelijkheid. Ja, nee, het kabinet. Nee, u bent het mee eens met wat hij zegt? Over de taskforce Uruzgan? Ja, zeker. Okay. De Jeroen Krabbe is jarig op 5 december. Ja. Namelijk? Ja. Op dezelfde dag als Sinterklaas. Ja. Dat is heel vervelend. Ja. Maar Jeroen, jij bent nu zo beroemd dat ze hooguit vragen, wie is die man met die rare baard naast Jeroen Krabbe? Op zijn verjaardag. Toch? Is het van belang dat ook als je in het buitenland een film draait, en je hebt er nogal wat gedraaid, ja, dat een gedeelte van de familie daar dan bij is? Ja. Ja, ik kan daar niet goed zonder. Laten we even naar iemand toe gaan met wie jij een gedeelte van je carrière, namelijk zeker het begin, gearmd hebt meegemaakt. En beide gingen jullie ook naar Amerika. Rutger Hauer.
Gramula. Rutger, wat wou je Jeroen zeggen? Niks. Oké. Jeroen, jullie gingen samen eigenlijk naar Amerika, ja, naar de Verenigde Staten. Ja. Hij slaagde daar... Meteen. Ik heb het geprobeerd toen en dat lukte niet. En op een gegeven moment kreeg ik een serie, die heette World War III. En dat was en daarna was er niks meer. Ik vond het verschrikkelijk moeilijk. You never give up, Rachel, do you? You never give up! Je gaat Albert Schweitzer spelen, hè? Tenminste, ja, dat heb je eigenlijk al opgenomen, maar de film is nog niet De wereldpremière is 14 december.